is een regisseur. Er is een... Interviewer. Ja, ik zit te luisteren, hè? Meest Kian. Zeg. Er zijn Oscars. Maar deze niet. Dus ik heb van jullie Oscars nodig. Oscars nodig. Beste one-liner. En beste... No! Oh shit. Goeiste. Goeiste. One-liner. Goeiste. Nee, intro. Goed. Schoonsbem. En intro. Dit is vrij ingewikkeld. Hebben jullie ze wel? Nee. Jullie nee. Wel onthouden? Nee, ze hebben het tegen ons, maar gewoon zelf. Oh, hebben. Hebben, ja. Schoonsbemstellen, one-liner en intro. Ja, heel goed. Dankjewel. Dankjewel, dames en heren. Mag ik een hartelijk applaus voor de regisseur van, de regisseuse moet ik zeggen, van dit moment, Lila Lorenta. Ja, en toen, intro. Ik zie dus twee mensen. Twee mensen. Die op elkaar afkomen. Op een stand. In de branding, Lila. Dat is zo authentiek en origineel aan die zinnen. We gaan nu even naar het fragment kijken. Oh, ja. Mooie casting, hè? Die actrice. Prachtig. Ze is onbekend, maar... Wat aan de dikke kant. Ze is er, dat vind ik mooi. Vrouwen met een maatje meer. Ja, nee, daar heb ik ook heel veel rust van. Oh, en ook hij weet het nog niet, hè? Nee. Maar zij... Ja, maar zij is wel... Nou, zij neemt initiatief, dat zie ik zo. Ja. Prachtig. En die vertraging, hè, Lila? Oh. Ja, terwijl ik heel erg van snelheid had. Ja, maar dit is snel. Tot hier van het moment. Geweldig. Ja. Geweldig. En ik hoor ook het applaus kandideren. Lila, het is natuurlijk zo, je hebt alle politieke kwesties en issues ook behandeld. Hè? Alle minderheden zijn er gebaseerd. Homo's, allochtonen van alle soorten, maar ook... Turkse schoonmaak. En natuurlijk de niet ondergewaardeerde sport, de curling, komt erin voor. Maar ook schoonzwemmen. Ja, ik zelf jarenlang via schoonzwemmen. Nou, dat kan ik me bij jou heel goed voorstellen. En waarom schoonzwemmen terwijl deze thematiek zo in deze film zit? Nou, schoonzwemmen, dat zit als een soort van rode draad door het leven. Ja. Het is schoon. En ik heb natuurlijk wat meer, mijn redactie heeft het wat meer geanalyseerd. Wat boven water is, is zichtbaar, maar wat onder water gebeurt, mensen, let vooral op wat onder water gebeurt. Gewoon het onderbuik. De zon fluit in mijn neus neer. Ja, maar je ziet hier al. Je ziet het onderlinge haat en neid. Maar je ziet het, hè? Onder water gaat het niet synchroon, hè, Lila? Nee, onder water gaat het niet. Nee. Je ziet toch dat die minderheidengroepen elkaar niet goed kunnen velen, hè? Nee.
Maar je ziet die kleur als het schoonmaakt. Ja. Ja. Met die multivezel toch in de mond, hè? Huppakee, ja. Hup, die hele plumeau indirect. In je adem. Maar dan komt het moment dat ze weten, we moeten nu tegelijk weer boven water. En dat en vind ik zo fascinerend. Oh. Dan komt er alles bij. Even stil, want dat vind ik zelf echt een heel mooi moment. Ik heb weg, hoor, maar ik heb weg, hè? Ik heb gewoon geen woord. De goeiste. Ik zie al dat je emotioneel was. Het is een, er worden zoveel lagen geraakt. Dat is, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Onderbuik. En dat zijn die gevoelens die zo actueel zijn, hè? In de huidige samenleving, die onderbuikgevoelens. Dat is toch zo, mensen? Ja! Ja, onderbuikgevoelens. Ook ons publiek is daar gevoelig voor. Ja, ik heb toch heel veel PDV's. Ja. En Hiel, het was natuurlijk moeilijk om te kiezen uit de fragmenten, want het waren talrijke, interessante fragmenten. Maar jij hebt zelf deze laatste gekozen. Waarom? Dit is degene waar je de Oscar dit jaar weer mee gaat winnen. Hè? Het echte Oscar-moment van jouw scène, van jouw film. Ja. Ja. Vertel eens, ja, in haar film. Je hebt weer die fetus, hè, die partijen, ja. Allemaal bij elkaar. Het is een massascène. Ja, het is een beetje Syrië. Maar er is maar één iemand die spreekt. En die spreekt maar één zin. En dat is weergaloos, mensen. Ja. Ja. Het is toch een soort Assad lookalike? Ja. Nee, dat moet bij Kasten moeilijk geweest zijn. Maar vooral dat slagveld, dat geweld, en dan wordt het stil. En dan was die ene Assad lookalike die ene zin zegt. Die dan zegt, stop ermee. Ik kom er zelf op. Ja, en ze gebruiken ook handen. Het is niet enkel wapens, maar ook handen. Het is toch Hollywood-achtig aan? Ja, en dat ze in elkaar klimmen. Ja, oh ja, dat is. Ja. Nou, dit is die kadavers die dan overal liggen. Ja, en dan zie je overal dat bloed spuiten. Ja, dat dan. En dit is dus van mij. Want ik dacht, nou moet je dus iets gebeuren. Ja. Lijkt me ook een moment. En daar is hij, die Assad. Jongens, geef elkaar gewoon een kusje en dan gaan we shawarma eten. Oh, ik denk dat het verkeerde fragment is. Ik dacht wel, maar dat is die stilte. Dat komt hier na die stilte. Ja, dit over dat slagveld tendert dat zo voor. Shawarma, dat vind ik echt lekker. Even dat. Stop ermee! Ja. Ik ben zo blij dat ik je in de uitzending heb. En ik weet zeker, in de Oscarnacht ga jij vele Oscars op het podium in ontvangst nemen. Dames en heren, hartelijk applaus. Lila Lorenz. En, ja, een beetje wild bij mijn hoorpubliek, dus misschien kort van geheugen, maar de Oscar-uitreiking. Ja. Ik ben drie vingers in de lucht. En ik ben een hand opzij. 3, 2, 1, go! Ja hoor. Ja. Ja.
waren de eerste drie uitdagingen. Na de pauze gaan we ook weer drie uitdagingen aan. Maar ik kan me voorstellen, u bent kapot. Ja, ziet. Dus we gaan even wat drinken. Je kunt in de pauze dus al bij Michael en Brechtje naar de plaatjes kijken. Want hij maakt echt fantastische dingen. Nou, als je iets moois ziet, neem hem vooral mee voor een kleine donatie. Voor de ziekenhuis. Ook hier wordt Gert-Jan in de jas. En liefdetonen. En liefdetonen. Ja.